Bij een zwaar ongeluk op de provinciale weg in Zuidoost is vrijdagavond een 75-jarige vrouw om het leven gekomen. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. 5 andere betrokkenen zijn met divers letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval tussen de 2 auto's gebeurde rond 9:30 in de avond. Al snel werd duidelijk dat de situatie ernstig was. Er werden minstens 4 ambulances opgeroepen, een traumateam en meerdere brandweerwagens. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en vraagt getuigen die iets hebben gezien zich te melden.